En de nieuwsflits te gast in lijn 5, Herman Brood. Herman, mag ik je even onderbreken? All of you, ja. Ja, mensen kunnen bellen straks met jou. Mogen ze alles vragen of zijn er taboes? Willen we nu weten. Nou, er wil maar geen enkel taboe te binnen schieten. Er wil je geen taboe te binnen schieten? Nee? Dus mensen mogen alles vragen? Ja. Oké, gaan we doen. U hoort het. Alles vragen aan Herman Brood. U kunt nu bellen op nummer 06-300-555. 06-300-555. Tot zo na de reclame. Morgen op 5. What would you do with it if you had the money, I mean? I would put it in the bank. Colin. Look, you've got my money and I want it. Now. Go fuck yourself. Een bankbediende ziet zijn leven rigoureus veranderen door de ontmoeting met een waanzinnige bankovervaller. Elliot Gould en Christopher Plummer in The Silent Partner rond de klok van 8:30. Daarna volgt live vanuit Studio 2, lijn 5. En om 10:50... Back in the days when you were a drunk. The comedy Murphy Brown. You feel your aggressive reporting style may have to do with the fact that you rarely have sex? Quirky heeft een eigen talkshow. I have to kill you, Quirky. En uiteraard is de ster van het nieuws niet zo blij met deze verandering. Om 10:50 dus... Murphy Brown! Yes. Being in the back of a limo, I'm sorry, it's just, it's not that cool. Jerry O'Brien. Are the same person. Jerry is the leader of the Aryan Union. Jerry's a Nazi? They can't shoot us in the city. Nah, no one's ever been shot in the city. Jerry Seinfeld wordt het hilarische mikpunt van moord om 10:45. En dit zijn de programma's morgen bij... All these ladies share the same secret. And you'll never guess what it is. En dat houden we nog even geheim tot vanavond 11:45. Dan klappen ze uit de school in de talkshow van Ricky Lake. De landen van de West-Europese Unie, de Europese Defensieorganisatie, zullen hun troepen niet eenzijdig uit voormalig Joegoslavië terugtrekken. Dat besluit werd vandaag genomen tijdens de vergadering van de WE in Noordwijk. De WE-landen zijn wel teleurgesteld over het besluit van de Amerikanen om het wapenembargo tegen de moslims op te heffen. Kroatië dreigt zich te mengen in de strijd om de moslimenclave Bihać, waar de Bosnische Serviërs de laatste dagen flink oprukken. Ze worden daarbij gesteund door de Serviërs in de Krajina. De moslims hebben om westerse luchtsteun gevraagd nadat vliegtuigen van de Kroatische Serviërs laag over Bihać zijn gevlogen. Maar de VN weigeren dit. De mestverwerkingsfabriek Promest in Helmond is stilgelegd. Het bedrijf heeft te veel schulden. Promest is de enige fabriek in Nederland waar varkensmest wordt verwerkt tot droge mestkorrels voor de export. Ideaal voor het milieu, maar te duur voor de boeren die moeten betalen voor de mest die ze kwijt willen. Het alternatief, een zogenaamde mestcentrale, wordt geblokkeerd door het landbouwschap. Gevolg is dat Promest te duur blijft. Het kabinet moet onderzoeken of er op andere manieren kan worden bezuinigd op het hoger onderwijs. Dat zegt het PvdA-kamerlid Van Gelder. Volgens hem hebben de bezuinigingen van 500 miljoen gulden tot gevolg dat afgestudeerde hbo-studenten niet meer kunnen doorstromen naar de universiteiten. Vandaag werd opnieuw tegen de bezuinigingen geprotesteerd in Tilburg en Den Haag. De slachtoffers van de Faro-ramp kunnen Portugal mogelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Dat zeggen twee advocaten van de slachtoffers. Uit het Portugese rapport over de ramp blijkt dat het vliegveld van Faro in gebreken is gebleven. De sensoren die de stormwinden moesten meten werkten niet goed. En ook de verlichting op de landingsbanen deugde niet. En dan het weer voor morgen. De zon schijnt af en toe, maar vooral in de middag en avond kunnen er ook een paar buien vallen. Bij een vrij krachtige westenwind is het met 13 graden nog steeds erg zacht.